En ik heb de cruise control ingesteld. Hoe erg is dat? Ik heb een testje van 40 km gereden en ik zou moeten gaan bijladen. Recording. Het is de tweede dag van het jaar met echt mooi weer vandaag. Allee, echt mooi. We hebben nogal mooi weer gehad, maar toen was het nog aan het vriezen. Nu is het ergens boven de 15 graden. Het zijn de eerste goede dagen, mooi weer dit jaar, dus het is de ene motor naar de andere. Ik ga een testritje doen. Ja, het is een beetje vreemd. Ik zit niet op mijn eigen SRF. Die is nog altijd binnen voor herstelling. Allee, voor rechtzetting van hun gemaakte fouten. Maar wat ik ga doen is eigenlijk, ik ben nu op weg naar de snelweg. En ik ga daar over een traject van 20 kilometer, dat is vanaf rit 29 over 30 naar afrit 31, daar terug af en rondkeren. En dezelfde weg terug. Eigenlijk door dezelfde weg terug te maken heb ik mijn afstand verdubbeld van 20 naar 40 kilometer. Plus dat ik ook moester, er is niet veel wind vandaag precies, maar moest er toch invloed zijn van wind. En dan zou dat daardoor door in twee richtingen te testen geneutraliseerd zijn. Hetgeen dat ik anders ga doen dan anders, wat ik zelf eigenlijk zelden doe, is ik ga op die snelweg rijden naar maximum. Kijk, daar is er al een andere motor. Ik weet niet of het geluid gaat blijven werken, want ik heb wat problemen gehad met het geluid van die camera. Maar ik ga dus 100 km per uur rijden, om zo het bereik te maximaliseren. Als je het mij vraagt, is op de snelweg trager rijden dan 100 is ronduit gevaarlijk, als je het mij vraagt. En ik rijd nu de snelheid van een paard met een kar. Het zijn twee paarden. Ik zie hier nu trouwens dat er een foutmelding op mijn dashboard staat. Alleen mijn, op het dashboard van deze motorfiets. Het is die snelheid, E429, maar ik ga nog een afrit verder erop rijden. Die regen is al makkelijk, ik heb nu niks van mijn remmen aangeraakt. Ja, ik ga het in eco doen, want in een andere, nu als je aan een constante snelheid rijdt, heeft die rijmodu eigenlijk denk ik niet zo heel veel effecten. Ja, voilà, ik zit op de snelweg. Dat is hier de eerste afrit die ik ga overslaan. Ik ga naar nummer 31. Ik ben vertrokken met een accu-capaciteit van 88%. De kilometerstand was 660 kilometer. Dat zijn de parameters waarmee dat ik begonnen ben. En ik heb de cruise control ingesteld. Dat is mijn gashendelhand. Of de hand waarmee dat ik de gas controleer. Op 100 km per uur. Maar kijk, je ziet dat in de praktijk 98, 99. Meestal als het bergaf is, raakt hem wel de 100 aan. Maar vooral als het bergop is, zakt hem nogal snel naar 98. Ja, het verkeer mag hier 120, dat zeg ik, 130. Dus ze gaan mij voorbij steken. Nu, deze weg is ook gekend voor de waanzinnige snelheidsduivels die hier passeren. Die heeft hier een rode klaksonknop, bij mij is dat een zwarte klakson. Boeiend, boeiend, even boeiend als deze rit. Die 31, dat is mijn exit. Dus als we meteen eraf rijden en kijken wat dat de waarden zijn. Dus 680 kilometer is een afstand, dus 20 kilometer erbij. En 65% accu heb ik hier op de plaats waar ik eraf rijd. Ik ga nu gewoon een andere kant op rijden. Er is hier wel iets afgesloten, maar... Nee, ik kan erdoor. Oké. Klaar voor het tweede deel van. Ik ga echt gewoon weer cruise control opzetten op 100 km per uur. Ja, en ik nader nu mijn exit terug. Blijkbaar staat hij maar dus normaal gezien op 40 km zou ik op 700 in totaal moeten uitkomen. Ik sta op 701 en het is nog een kilometer naar mijn exit daar. Dus het zal 42 km zijn dat ik afleg. Dat zou kunnen kloppen. Ja, wel klopt dat elke keer niet, dat kan ook natuurlijk. Ik zal nog eens goed kijk 702. Ik zal nog eens in Google Maps. Op 700 stond het op 45%.
En de nexus is hier, dus dat gaat niet meer veranderen. Dus dat zijn het dan. Ik kan verkeerd zijn, maar ik heb het gevoel dat hem wel veel accu verbruikt heeft. Hè. Ik ga zo meteen de berekening maken en dan een keer kijken wat ik er van zinks over kan zeggen. Ik zit nog altijd in eco, dat wel. Maar ik ga nu iets leukers doen. Want dit was niet echt leuk. Wacht, ik kom er. Ik ben alleen aan het twijfelen of ik zou moeten gaan bijladen eerst. Hoe erg is dat? Ik heb een testje van 40 km gereden en ik zou moeten gaan bijladen. Oh my. Ja, Energica, ik ga deze week geven ze heel de week mooi weer. Ja, gewoon van hier stil te staan. Ik weet niet wat de firmware versie van deze motor is, maar gewoon van hier stil te staan is hem van 30. Nee, van onder de 30 al naar 37 teruggestegen. Dan moet ik de firmware versie kunnen zien. Ik zal straks eens met mijn telefoon koppelen om te kijken wat de firmware versie is. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze die dat Magic Charging probleem heeft. En dat zou trouwens ook kunnen verklaren waarom dat ik daar juist op de snelweg zo'n slechte cijfers haalde. Gewoon voor de zekerheid ben ik even aan het checken of dat in deze wel... ik heb hem juist verbonden met Bluetooth. Of dat in deze, die versie, wat is het, 18... met de verkeerde calculatie van de sok. Nee, versie 13 heeft deze motorfiets. Dus nee, deze heeft geen last van die Magic Charging. Wel, blijkbaar ook. Ja, we gaan gaan rijden, want ik heb Stella... We gaan naar huis, wil ik zeggen. Ik heb Stella beloofd. Ze vroegen vast met karretje, met zijspan mocht rijden. Dus ik heb haar een ritje beloofd. Dus we gaan naar huis. Met die anderen gaan rijden. Wat ik uiteraard vooral dat ik het met heel veel plezier doe. Het is erg, maar eigenlijk is dat gewoon voor mij een excuus om te kunnen. Een excuus als een ander om te kunnen motorrijden.